Op de Grote Markt van Lier voor de militaire tattoo georganiseerd door de stad en het bataljon artillerie ter ere van het 55 jaar vriendschappelijke relaties tussen onze stad en het bataljon. Die telkens opnieuw worden ontvangen, typeren deze prachtige stad en haar inwoners. Het is als commandant van het bataljon artillerie voor mij dan ook een hele eer om vandaag, deze 55ste verjaardag van onze affiliatie, hier met jullie te kunnen vieren.
heel even een kort woordje. Welkom op het stadhuis van Lier. Mooi stadhuis van Lier. En als goede chauvinistische burgemeester voeg ik daar altijd aan toe: het mooiste stadhuis van Vlaanderen. Het wordt weer eens bevestigd door heel veel mensen hier. Welkom hier. Ik denk dat wij een heel toffe avond hebben mogen meemaken hier en hier. Een tattoo, het heeft iets. Het heeft zelfs heel veel, vind ik persoonlijk. Het is een niet alledaags gebeuren in de stad. Maar u weet, wij organiseren heel veel evenementen in onze stad om de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zowel voor de Lierenaar zelf als voor de talrijke bezoekers en toeristen. En ik denk dat we daar deze avond met deze organisatie, dat we daar weer heel goed in geslaagd zijn. Ik dank de initiatiefnemers. De mensen die gezegd hebben, zouden we nog eens die een tattoo organiseren hier. Ik dank hen voor die idee. Ik dank natuurlijk ook 2A, omdat hetgeen er hier vandaag weer gebeurd is, is het zoveelste, wil ik zeggen, het zoveelste bewijs van de goede verstandhouding tussen 2A, het stadsbestuur, een klein geschenkje overhandigen aan als bewijs van het bloeiende economische leven ook hier en de bloeiende tradities die hier en hier nog altijd leven. Vandaar, kolonel, alsjeblieft. Op. Als gemeenschap en als een goede verstandhouding. Alsjeblieft. Dank u wel. Meneer de burgemeester, dames en heren, sta mij toe om heel kort ook een woordje te zeggen. Dus dank u wel voor de lovende woorden van onze samenwerking gedurende de voorbije jaren. Ikzelf ben nog maar net iets meer dan een jaar in het bataillon. Maar ik kan alleen maar erkennen dat wat al mijn voorgangers hebben gezegd, dat de zeer goede banden met Lier, dat die echt zeer goed zijn. Ze zijn zelfs fantastisch. En ik dank u voor de lovende woorden naar iedereen die bijgedragen heeft. Heel persoonlijk zou ik dat ook in mijn naam willen doen. Naar alle mensen die achter de schermen hebben gewerkt. Ik heb een geschenk in ontvangst mogen nemen. Maar ik heb niet de tattoo georganiseerd. Het zijn vooral mijn mensen van het bataljon artillerie. Met steun van de muziekkapel van de gidsen. Met steun van andere mensen achter de schermen, verschillende eenheden bij Defensie die hebben bijgedragen tot dit succes. U heeft gezegd, Lier, dat is een heel mooie stad, met het mooiste stadsgewas van Vlaanderen, ook de mooiste markt van Vlaanderen. U verwees naar Sint-Niklaas, zij denken dat, maar ik moet zeggen dat het hier is. En de beste muziekkapel van België, dus het kon ook niet beter zijn. Het kon niet anders dan dat die ene avond deze week. Meneer de burgemeester, sta mij ook toe om in het kader van deze 55ste verjaardag van affiliatie met 2A en nu het bataljon artillerie, om ook een klein aandenken aan u en aan de stad te overhandigen ter herinnering aan dit moment. Even draaien naar de mensen, maar het is een klein aandenken die uiteindelijk het logo van het bataljon artillerie symboliseert. En dit samengesteld uit foto's uit het echte leven van het bataljon artillerie. Wat doen wij dagelijks? Wat zijn onze activiteiten? En de samenstelling van de mensen, het personeel van het bataljon, wijst op die band, de ring, dat het logo van het bataljon heeft. En ook die goede band met de stad. Meneer de burgemeester. Alsjeblieft.